Communicatie in een relatie is belangrijk. En nee, dan bedoel ik niet memes van katten naar elkaar sturen over de app. Echt praten. Dat is superbelangrijk. Misschien wel het allerbelangrijkste. Nog belangrijker dan weten hoe iemand zijn eitje wil. Hard, zacht, bevrucht. Zie je, een stuk minder belangrijk. Maar praten over je seksuele verlangens binnen een relatie is niet altijd makkelijk. Nou, in deze Sexplained geef ik jou tips hoe je dat moet aanpakken. Nou, stel je voor dat het jou best wel hot lijkt om een keer te masturberen terwijl de ander een boek leest. Of om een rollenspel te spelen. Of te strippokeren terwijl je hamster toekijkt. Best raar. Maar goed, hoe vertel je dat aan je partner zonder dat diegene denkt dat hoe jullie nu seks hebben niet goed is? Veel mensen vinden het zo ongemakkelijk om met een partner over seks te praten dat ze die gesprekken het liefst helemaal uit de weg gaan. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat koppels die goed kunnen communiceren over hun seksuele verlangens meer tevreden zijn met hun seksleven dan mensen die hun kaken stijf op elkaar houden. Nou, gelukkig zijn er manieren om praten over seks makkelijker te maken. Ben jij er klaar voor? De key tot een goed gesprek over seks is dat je niet bespreekt wat er niet goed gaat, maar dat je je focust op wat je graag zou willen. Als jij begint met verwijten of het opzoomen van dingen die je mist in jullie seksleven, dan kan je ervan uitgaan dat je lover dit oppikt als een aanval. Niet de bedoeling. Oké, we gaan dit even oefenen. Zo moet het niet. Hey, hoi. Je geeft me bijna nooit orale seks en ik krijg van jou ook nooit het gevoel dat je echt zin in mij hebt. Oké, en zo moet het wel. Ik zou het heel sexy vinden als je me af en toe orale seks wil geven. En weet je waar ik ook echt opgewonden van word? Als ik merk dat jij heel opgewonden bent en zin hebt om kinky dingen met mij te doen. Wedden dat hij zijn raket dan zo in jouw lanceerbasis parkeert? Tip 2. No shaming, please. Oké, nou, de kans dat jullie gelijk met een dubbele voorbeelddildo aan de slag gaan als je nog nooit een speeltje hebt gebruikt, is vrij klein. Maar dat betekent niet dat je hoeft te schamen voor welke seksuele verlangen je dan ook hebt. Misschien dat sommige voorstellen nog een blijf ver uit mijn bed show zijn voor je partner. Maar als jouw relatie goed zit, dan kan je ervan uitgaan dat je partner je niet zomaar zal veroordelen. Misschien moet zij of hij eventjes wennen. Dat kan natuurlijk. Dus bouwen praten over je seksuele verlangens dan ook rustig op en verken eerst voorzichtig elkaars grenzen. Er zijn ook mensen die graag een open relatie bespreekbaar willen maken binnen hun vastigheid. Dat kan natuurlijk ook. Een open relatie betekent dat twee mensen die een relatie hebben elkaar vrij laten op het seksgebied. En dus ook met andere mensen mogen seksen. Hoe ver je daarin gaat, dat bepaal je samen. Voordat je een open relatie met je partner gaat bespreken, is het goed om bij jezelf na te gaan waar deze behoefte vandaan komt. Dan kan je het straks beter onderbouwen. Je partner is waarschijnlijk benieuwd hoe jij de open relatie voor je ziet. Denk ook daar dus alvast over na. Wil je alleen seks met anderen? Of is er ook ruimte om head over heels verliefd te worden? Gaat het om one-night stands? Of kan een langdurige relatie ook? Als je praat met je partner, gun de ander dan ook tijd om aan deze ideeën te wennen. Het kan zijn dat jij al een tijdje rondloopt met deze gedachten, maar voor de ander kan het zijn alsof er net een alien in de tuin geland is. Dus zorg dus ook dat er altijd ruimte is voor de emoties van je partner. Wil je liever eerst wat meer lezen over open relaties? Dan zijn er allerlei fora, sites en boeken die daar een boekje over openen. Doen. Tip nummer 3. Jouw voorkeur doet ertoe. Als jouw verlangens minder doorsnee zijn dan een spreekwoordelijk pastaatje pesto, betekent dat niet dat ze minder belangrijk zijn. Misschien wil je wel hele ruige seks, of juist hele softe. Of heb je nog geen naam voor wat je precies wil, omdat je er nog nooit iemand anders over hebt gehoord. Onthoud, dit maakt je misschien uniek, maar zeker niet raar of abnormaal. Maar wanneer is nou het moment om te praten over seks? Ook daar heb ik een paar tips voor. Begin niet over je seksuele problemen als je in de slaapkamer bent of bijna gaat slapen. Kies een rustige locatie uit waar weinig mensen zijn die je kent. Het is dus niet de bedoeling dat je vertelt over je liefde voor kinky kabouters terwijl je schoonmoeder naast jullie op het terras zit. Tenzij dat dan weer je bedoeling is. Praat ook niet direct na de seks over de seks, maar kies een neutraal tijdstip. Wat ook helpt is om je partner van tevoren te laten weten dat je graag een keer zou willen praten over jullie seksleven. Dan weet diegene dat dat speelt. Probeer het gesprek dan niet vervolgens 3 jaar uit te stellen, want dan kan je weer opnieuw beginnen. Oké, je zit eenmaal op een rustige plek en jullie weten allebei wat er gaat gebeuren. Maar hoe dan verder? Wees specifiek. Zeg niet, ik voel me niet meer geliefd, maar zeg, ik mis een knuffel of een kus wanneer ik thuis kom. Wees ook niet bang om te praten over wat je qua seks leuk en minder leuk vindt. Verwacht niet dat alles na een gesprek gelijk helemaal anders gaat zijn, maar de belangrijkste is dat de eerste stap is gezet. De eerste stap op de maan was ook de allerbelangrijkste. Remember? Ik ook niet. Tip 4. Game time. Ren je nog liever naakt een marathon dan dat je dit gesprek voert met je partner? Dan kun je ook een hulplijn inschakelen. Namelijk met speciale seksgames. Er bestaan allerlei verschillende spellen met vragen en opdrachten die kunnen helpen om makkelijker te praten over jullie fantasieën of voorkeuren. Op die manier is het wat subtieler en dat kan ook nog wel eens goed uitpakken om elkaar in te pakken. Zeg maar. Nou, vind je praten over seks sfeerverhogend of juist super eng? En heb je tips voor anderen hoe zij dat beter kunnen doen? Laat het dan even weten in de comments. Wil je nou meer gepraat horen over seks of ben je benieuwd naar meer advies? Check dan ook onze andere video's.